Als in 1939 de oorlog in Europa uitbreekt en in 1940 in Nederland, lijkt er in Azië nog niet zoveel aan de hand. Er is daar geen oorlog, maar schijnbedriegt. Uh, in deze periode zie je dat Japan eigenlijk op een expansiedrift is en graag meer macht wil hebben in Azië. In 1941 valt Japan daarom ook Amerika aan, hè, met de, de marinebasis in Pearl Harbor die ze proberen te vernietigen. Daarmee begint de oorlog in Azië. Nederland verklaart Japan de oorlog als Japan Pro Haber heeft aangevallen. Dat doen ze omdat Amerika een bondgenoot is van Nederland op dat moment. In 1942 valt Japan Nederlands-Indië aan en binnen. Uh, Nederlands-Indië, eigenlijk het, het vrije gedeelte van Nederland op dat moment tot, op, tot op dat moment nog eigenlijk, wordt dan bezet door de Japanners. De Japanse bezetting begint dan in dat gedeelte van Nederland, Nederlands-Indië. Nederlanders worden vastgezet in concentratiekampen van de Japanners, de zogenaamde Jappenkampen, en worden te werk gesteld en uh, moeten verschrikkelijke dingen doorstaan.